denk eerste helft was het inderdaad net niet. We hadden denk ik die goal verdiend. We krijgen hem tegen. Zij hebben ook kansen gehad, maar ik denk dat wij ook heel veel kansen hebben gehad eerste helft. Dat was hetgene wat er miste, de goals. Ja, tweede helft geven we niet hetzelfde als wat we de eerste helft hebben gebracht. Komen nog een mooie goal, 2-0 achter, maar dat mag niet. En dan krijg je nog een penalty, wordt het 2-1. Ja, en toen hebben we niet meer echt nog iets kunnen brengen om die 2-2 te maken. Kan jij het verschil verklaren tussen die eerste en tweede helft? Heeft dat misschien iets te maken met die tik die je dan toch krijgt zo vlak voor rust, dat doelpunt? Ja, ik zou het op dit moment niet weten. We moeten even de beelden terugkijken, statistieken kijken en zien wat er precies verkeerd is gegaan. Maar dat kan ik nu nog niet zo zeggen. Ja, maar hoe vervelend is het dat je dan zo vlak voor rust een doelpunt tegenkrijgt in een eerste helft eigenlijk niet zo aan de hand is? Ja, natuurlijk is het kut. Maar je weet dat ze hebben even goed de eerste helft ook kansen gehad. De eerste helft was vrij open, maar ik dacht dat wij er goed in zaten in de wedstrijd. Ja, dan krijg je inderdaad een beetje een tik dat je die goal tegen krijgt. Maar ik denk niet dat hetgeen is waarom we de tweede helft iets minder waren dan de eerste helft, vergeleken met de eerste helft. Is dit vandaag weer zo'n wedstrijd zoals het dit seizoen eigenlijk altijd al is? Nou, ik kan zeggen van wel, ja. Stonden jullie als backs misschien vandaag ook iets te diep, iets te veel ruimte geven aan bijvoorbeeld een snelle voetballer als Antonia? Dat weet ik niet. Uiteindelijk, natuurlijk, je weet dat hij snel is, je weet dat hij veel ruimte krijgt, maar we hebben veel positiewisselingen daar gehad. Eerste helft, daar hebben we in het begin van de eerste helft wel een beetje moeite mee gehad. Toen op een gegeven moment stond het goed. Ja, dan moeten we in de 1 tegen 1 verdedigen toch misschien iets meer brengen. Maakt dit resultaat volgende week alleen maar meer cruciaal? Volgende week was sowieso cruciaal. Maakt in principe wat dat betreft weinig uit wat er dit weekend gebeurde. Want volgende week is gewoon, die mag je niet verliezen. Dus volledig focus inderdaad nu op Cambuur natuurlijk? Volledig focus op vrijdag.